Aankomende Bloemenkrant, Jan de Boer Barendsen over de transitie, innovatie in de bloemenbranche. We hebben een geweldige Piet, we hebben een geweldige sector. We hebben elk jaar weer wat uitgevonden. We hebben elk jaar ook verbeteringen. Als het in mechanisaties of automatisering of in energie of in licht. Of, we hebben altijd iets. En wat het jammerlijk is en wat ik soms niet begrijp. En ik leg er af en toe wel eens een klein beetje wakker van. Je moet ook een transitie willen maken in de afzet. En dat wil niet zeggen dat je alles maar zelf moet gaan verkopen. Maar je zal in concepten moeten gaan denken. Waarbij je ook weer een hele volgende generaties kan blijven verwennen. Met die prachtige mooie spullen. Bij urban en planten lijkt het te lukken. Bij bloemen lijkt het alleen een beetje achterop te komen. Ja, volgens mij lukt het snelst voor me bijvoorbeeld nu al met de dieselauto. Ja. Als je volgens mij over 10 jaar nog met een dieselauto rijdt, ben je gewoon een crimineel. Ik rijd er nu mee, ik voel me al een beetje schuldig. Ja. Het wordt elektrisch, het wordt anders. Ja. En daarmee gaan we straks in Delft met Carish. Dat staat voor Car en Richard. Het lijkt ook wel een beetje op Carish van Houten, een chique naam. En daarmee is het een elektrische, eigenlijk een beetje een speeltje. De mensen die gaan eigenlijk even naar de winkel en die willen eigenlijk gewoon gezien worden. Die willen ook contact maken, open dak, het kan ook dicht. En dat is straks een voorloper, het heeft maar 350 kilo, het gaat als de brandweer. En daaruit komen weer nieuwe elektrische ontwikkelingen. En straks gaan we met z'n allen gewoon heel schoon rijden. En we zijn in een schone, fijne wereld. Sommigen en wat je dus wilt is praten en meedenken en nadenken om daar de bloemenwereld op te laten aansluiten. We hebben van de Rabobank begrepen dat die 2/3 afzet via de winkels, dat wordt 1/3. Want opvolging, winkeluur is te hoog, geen geschoold personeel meer kunnen krijgen. Ze worden niet waargenomen meer de winkels, want ook andere winkels in de winkelstraat die hebben problemen met hun afzet. Dus ja, als de winkelstraat niet meer zo fijn is om te zijn, dan met welke winkel je er ook zit, je hebt minder aandacht. Online is een mogelijkheid, maar online met miljoenen mensen erop word je ook niet altijd gevonden. Dus je moet naast online gaan denken, hoe kom ik in de picture? Hoe kom ik in de picture? En wat het leuke is, wat ik de afgelopen jaren met de jongens heb geleerd, met kerst ben ik bereid 100, 200, 300 euro voor iets uit te geven. Want het mag gewoon eigenlijk niet fout gaan. Het moet gewoon fijn zijn. De kaarsjes gaan aan. En de rest van het jaar ben ik 20 keer aan het worstelen met een tientje. Ja. Ja, en moet ik dan als kweker elke keer op dat tientje in gaan zetten? Dan is bij voorkeur de marge al weg. Ook voor degene die het verhandelt. Ook voor degene die het verkoopt. Eigenlijk is alle aandacht een beetje te veel. En we hebben het net in het begin van de avond ook een beetje gehad over het weer. Het was van het jaar natuurlijk in 40 jaar niet zo mooi weer geweest. En sommige mensen zeggen dat zal in 40 jaar nog niet meer gebeuren. Ga eraan wennen. We gaan langere periodes soms ook niet iets doen. Want dan willen we even wat anders. En we gaan soms in één ook alles weer uitgeven. En vroeger was dat wat stabieler. Ja. We gingen eigenlijk gewoon wat constanter met ons om. En nu is het extreem, rammen we er even 10 mil uit in de bergen. En daarna gaan we zitten op de camping. Ik heb pas ook iemand gesproken, die was ook in transitie met zijn gezin. Die vond dat... Betekent dat zijn vrouw eruit gaat? Nee, juist niet. Dat was zijn tweede vrouw, zijn vrouw kwam erin. Maar hij zegt, de kinderen zitten alleen nog met de mobiel. De kinderen ervaren niks meer. De kinderen raken ook andere kinderen niet meer aan. Want als je alleen met dat ene apparaat bezig bent. Dus die zijn uit protest, dat is een heel leuk verhaal, moet je misschien een andere keer opschrijven. Die zijn uit protest, zijn ze 6 maanden gaan wonen op een camping in Zandpoort. En ze hebben gewoon een huis verhuurd. En ze zijn gewoon buiten met een schepje in het zand en met allerlei andere mensen op de camping. En de rest en die kinderen werden weer buitenkinderen. Nou, ik heb ook wat mensen in het onderwijs. Die gaan naar Zweden. In Zweden is het tegenwoordig zo dat je tot je 5e jaar ga je niet naar school. Ben je van 1 tot 5 in de natuur. Ik ben elke dag in de natuur. Het jaar dat je van 5 naar 6 gaat, dan ben je in transitie. Want uiteindelijk moet je dan ook in een jaar weer leren. Dat je toch aan de tafel moet gaan leren. Dat je iets tot je moet gaan nemen. En luisteren. En gaan luisteren. Maar het blijkt dat in die eerste 4, 5 jaar van je leven, buiten in de natuur, met een gevoel dat je zoveel basisdingen meekrijgt voor de rest van je leven. Ja. Dat men verwacht, maar men moet het nog gaan meten. Het is een onderzoek. Men verwacht dat je daar ook fijnere mensen van gaat krijgen. Men heeft leren spelen, men heeft contact gemaakt. En daarna is men pas iets gaan programmeren. Dus je hebt een tijdje gewoon het mogen ontdekken zonder dwang. Maar hier heb je ook hele goede opa's en oma's. Goede opa's en oma's, die coachen die kinderen ook naar de toekomst. Ja. Maar die opa's en oma's zitten gemiddeld bij 22 graden binnen.
En hier bij Dutch hebben we het ook fijn, hè? En bij Dutch, ik heb voorgerecht 4 fantastische oesters. Je mag, niet zeggen in de kamer, maar... Zeg het maar niet. Oesters komen soms ook een klein beetje terug. Tot niet met die 23 centimeter. En als dat met Dutch te maken heeft, ik kom hier nog graag terug. Wij ook. Eet smakelijk. Okay, smakelijk. Zal ik eens even proosten? Ja, jongens. Proost. Proost. Rudy, ja. Op onze samenwerking. Fijne avond, Pascal. Fijne avond. Dank u wel. Cheers. Cheers.